Prinses Laurentien heeft pech gehad tijdens haar skivakantie. Ze is gevallen en heeft daarbij haar duim gebroken. Dat heeft ze zelf verteld aan het magazine Vorsten, dat haar interviewde na een voorleesactiviteit op een kinderopvang in Diemen. De prinses was daarom mee te doen aan het Nationale Voorleesontbijt, een jaarlijkse actie om het belang van voorlezen te benadrukken. Ze las voor uit een vrolijk boek van Miriam Bos, getiteld Help. Een verrassing. De kinderen luisterden aandachtig en stelden ook vragen aan de prinses. Een van die vragen ging over haar duim, die in het verband zat. De prinses legde uit dat ze haar duim had gebroken toen ze aan het skiën was. Ze zei dat het niet zo erg was, maar dat het wel even moest genezen. Prinses Lauretien is een groot fan van voorlezen en doet al jaren mee aan het Nationale Voorleesontbijt. Ze vindt het elke keer weer een feest om voor te lezen aan kinderen, zo vertelde ze aan Forsten. Ze zei dat ze het leuk vindt om te zien hoe de kinderen reageren op de verhalen, de illustraties en de personages. Ze zei ook dat ze het belangrijk vindt om de kinderen te laten zien dat lezen leuk en leerzaam is. Ze zei dat ze voorlezen ziet als een manier om de fantasie, de taalvaardigheid en de empathie van de kinderen te stimuleren.